Goedemorgen. We zijn aangekomen bij waar we opgehaald worden met de bus. Hallo. We moesten even kijken waar we konden parkeren. Nu hebben we een parkeerplaats, maar er staat een bord en we weten dan niet of we hier echt mogen staan. Dit staat er. Kijk, en ik denk dus dat er gecontroleerd wordt van maandag tot en met vrijdag. Je mag om 24 uur staan. Zaterdag heeft het met 2 uur te maken. We hebben besloten dat we hier mogen staan. Ja. Want er staat niks over zondag en het is zondag. Daar hebben we wel geluk mee. Ja. We zijn bij de vulkaan aangekomen. Ik heb mijn mondkapje nog even op, want dat is lekker een beetje warm. Het is erg koud hier. Ja. Maar er is heel veel bewolking, dus ik kan even laten zien. Je ziet niks eigenlijk. Nee. Dit zie je alleen maar. We gaan nu met de chairlift, met de stoeltjeslift omhoog. Ja. En, het zal nog wel kouder worden. Dat is 2 kilometer omhoog geloof ik, zei hij. Dat wordt heel erg koud, maar we gaan wel lekker, want het is leuk. Ja. Tot nu toe vind ik het wel een goed idee dat we met die trip gaan, want anders had ik dit zelf nooit kunnen bedenken. Ja, precies. We zitten in de skilift. Het is erg koud, ja. Dat zwarte hier, dat is as van de vulkaan. En de laatste keer dat die was uitgebarsten... was in 18. Nou, dat is heel erg lang geleden. Dus de kans dat die... dus nog steeds. Ja, en daardoor is de hele vruchtbare grond ontstaan. Maar niet hier hoor, ergens anders. Het is heel erg koud. Ja. Het is denk ik wel -5 of zo. Dus wij gaan zo lekker in de après-ski. Ja. Kijk, dit is dus as van de vulkaan hier. Wow. Ik weet niet of je het ziet, want het is ook wit, maar... We hebben een zak. Wij hebben een zak gevonden hier. En dan gaan we mee van de berg afglijden. Ja, ik ga even filmen Brandy wat hij gaat. Ik was net al gegaan. Het gaat heel erg hard. Maar het lijkt helemaal niet zo hoog, maar het gaat heel erg hard. Zo, dat was zo leuk. Ja. Het sleeën was leuk. Ja, dat was leuk, ja. Ja. En dan ga je lekker naar beneden een beetje de warmte opzoeken. Ja. Als dat er is beneden. Ik denk dat het beneden al iets warmer is. Ja, ik denk het ook. Maar we zijn dus nu op een vulkaan. Ik wist niet of jullie dat wisten, maar het is een vulkaan waar we nu zijn. Ja. Dat is dus een skigebied geworden. Ja. Nou, erg leuk. Zeker. Als het goed is gaan we nu kijken naar een krater van de vulkaan. Oh. Oh. Het is een beetje... Een beetje apart, ja. We hebben ook maar 7 minuten. We gaan alleen maar kijken, foto nemen en weer weg. Want we hebben een startschema. Zit Javier. We moeten opeens heel erg gauw lopen. Want er is denk... Wat is er? Oh, hij rent. Oh, een vos! Er wordt een beetje gediscrimineerd. Want, kijk, wij zijn met die bustour, daar werden we niet gediscrimineerd door. Maar we moesten intree betalen voor de watervallen. Dat kan gebeuren, hè? Dat kan gebeuren, dat is helemaal niet erg. Maar voor lokale mensen is dat 3000
200. Dat is ongeveer €3,50. Maar voor toeristen, buitenlanders... Ja, het is echt voor buitenlanders trouwens, hè? Niet voor toeristen. Je kan ook een toerist zijn in eigen land natuurlijk. Ja. Maar voor buitenlanders is het het dubbele. Ja. Dus 6.400. Dus dat is denk ik ongeveer €7. Nou, dan betaal je gewoon even een dubbele. In Nederland gebeurt dat niet. Betaal je altijd gewoon dezelfde prijs als buitenlanders. Dus wij vinden dat eigenlijk niet eerlijk. Maar ja, wij moeten nu dus eventjes het dubbele betalen omdat wij buitenlanders zijn. Nou ja, ja, je doet het wel. Maar eerlijk is het niet. Nee, dat is wel al vaker gebeurd. Ja, dat gebeurt hier vaker inderdaad. Het is regelmatig. En kijk, het is niet super duur. Je betaalt dan ongeveer €15 voor twee personen. Dus dan denk je, nou, waar heb je het over? Maar het gaat er gewoon om dat dat eigenlijk niet eerlijk is. We zijn dus nu bij de watervallen en zoals je kan zien hier een hele steile bergwand. Echt bizar dat het zo steil kan zijn. Helemaal plat gewoon eigenlijk, hè? En als je aan die kant kijkt zie je hele mooie grote watervallen. Keihard gaan gaan. Nou, wij vinden het best wel leuk hier. Ja. Het is een soort ook een park waarmee je kan wandelen. Dus we hebben besloten, want we zijn nog een dagje bij Puerto Montt, dat is hier vlakbij, dat we hier nog een keer terug gaan komen. Ja. Dan kunnen we gewoon rustig wandelen hier. Ja, nu hebben we elke keer maar een uurtje. Ja, dan... best wel vaak een beetje haast. Ja, dus dat is wel jammer, maar het is wel heel erg leuk. Ik vind het wel echt een leuke tour. Ja. Ik had niet verwacht eigenlijk. Nee. Dus nou, dan gaan we hier nog even terug en dan gaan we gewoon lekker op ons gemakje alles bekijken. Ja. Maar het is erg leuk. Het is een leuke dag vandaag, hè? Ja, zeker. We hebben al vossen gezien, watervallen, kraters. En we zijn al op een vulkaan geweest. Dus een hoop bijzondere dingen al gedaan. Nou, we gaan hier zeker nog een keer terugkomen, want het was heel erg leuk. We hebben een paar dingetjes gekocht, want er was een winkel en er zaten goedkope dingetjes en leuke dingetjes. Ja, goedkoop en leuk. Ja. Kijk, we hebben een sticker. Voor mijn fles van de Condor, want die hadden wij gezien natuurlijk. Voor Brings fles, want hij is een paar stickers van landen. Ja, deze was maar €1. Sommige stickers in Canada waren 4,5. Ja. En Nena heeft ook iets heel leuks gekocht. Een sjaaltje. Maar dat, kun je, dat is eigenlijk een bandana, dus die kun je ook zo, als het zo is, als het koud is, lekker zo doen. Ja. Dat het een beetje warm blijft. Over je achter. Over je hoofd. Ja. Dus dat is multifunctioneel. Met de dieren die hier in de regio wonen. Ja, leuk. De vogels, denk ik. Ja, vogels. Nou, zeer erg leuk ook. En we hebben nog voor op onze tas twee buttons. Met een vos en een vogel die hier vaak woont. Ja. Die we vaak zien. We hebben vandaag ook vossen gezien, drie al, dus het is heel erg leuk ook. Want we hebben op onze tas, kijk eens even onderuit, we doen speldjes erop. Een vlaggetje van Chili en we gaan ook nog een van Canada erop doen. En we gaan dus ook met die beestjes, gaan we ook erop doen. En van Peru en Amerika en Nederland. Nederland ook nog. Dan hebben we een leuke tas voor als herinnering. Een sticker erin. Ja. Dus nou, dat was een leuk winkeltje. Ja, dus we gaan die zeker nog een keer terugkomen. En lekker wandelen kan je hier ook. We zitten nu dus op een boot, de volgende tussenstop. En het is ook heel erg leuk. Hele mooie uitzichten. En de vulkaan, hier zo, op de achtergrond waar we net op waren. Het is helemaal niet zo super koud eigenlijk. Nee, valt best wel mee. Dus, en in dit water komt het water van drie rivieren samen. En ook vulkanisch gesteente of zoiets, afval. Ja, komt hier ook in. En dat geeft een beetje de kleur van het water. Ja, daarom is het zo blauw. Ja. Daarom noemen ze het ook wel Emerald Lake. Ja. Die heb je ook in Canada, Lake Emerald. Ja, daar zijn we ook geweest. Ja, dus we zijn al in twee Lake Emeralds geweest. Ja.
worden even gegeten. Ja. Vertel jij het maar. Nou, dit was dus de laatste wat we gingen doen, was eten. Een lunch. Het was wel lekker overigens. Het was wel lekker. We hadden zalm met patatjes en vooraf had ik soep en je had een salade vooraf. Ja. Was lekker hoor. Wel een beetje duur Nederlands prijzen, maar oké, dat er daaraan toe. Maar, kijk, de rest sprak allemaal Spaans, dachten wij. Dus wij dachten, misschien moeten we wel met z'n allen aan één tafel. Ja. Dan snapten wij niks van wat er gezegd zou worden natuurlijk, maar dat was niet zo. We kregen wel een eigen tafeltje. Het maar, gewoon in een soort restaurantje, zeg maar. Ja. Het is gewoon een normaal restaurant, ja. Er was een man, die kwam precies bij ons aan tafel zitten. Die sprak dus blijkbaar ook Engels. Hij kwam uit Frankrijk, maar het was zo'n rare man. Hele donkere zwarte ogen. Helemaal niet sociaal. Nee. Wij probeerden nog gesprekjes aan te knopen over zijn leven en over ons leven. Maar nee, helemaal geen sociaal contact mee te krijgen eigenlijk. Nee, hij gaf wel antwoord, maar daar bleef het ook bij. Ja, en nou ja, hij zei dat hij dus een politieman was. Ja. Het was zo'n rare man dat ik dat niet geloof. Of dat hij het wel is, maar dat hij dan een hele gevaarlijke politieman is. Dat hij zo neerknalt. Maar hij is echt heel erg gevaarlijk. Ja. We moeten echt bij hem uit de buurt blijven. Hij is niet te vertrouwen. Het was een vreemde man. Ja, met legerkleding. Dus ja, als je met z'n drie aan de tafel zit en je krijgt eten. Ja, dat was wel een beetje apart natuurlijk. Ja, het was een beetje ongemakkelijk. Ja. Niet echt prettig. Het is moeilijk uit te leggen. Maar... ja, je had erbij moeten zijn. We gaan nog even naar de wc en dan terug naar de bus. Hier is nog hij komt hier. En daar is een leuk hondje hier. Waar is die? Ja. Zo, wij zitten weer in de auto en wij gaan eventjes de weg zoeken naar de Airbnb. Wij zijn weer thuis. En ik had al gelijk eventjes uitjes gesneden, want we gaan hamburgers eten. Ja. Het was erg leuk vandaag. Ja. En ook dat dorpje waarin we waren, Puerto Varas, zag er heel erg leuk uit. Een soort Tirol, allemaal leuke winkeltjes, helemaal niet zo verlept als hier. Dus dat is heel erg leuk. Misschien gaan we daar nog een keer heen. We hebben goed teamwork verricht. We hebben snel hamburgers kunnen maken. Ziet er goed uit. Nou, we hebben lekker gegeten. Ik had twee hamburgers met twee broodjes. Ja. Dat was veel. Ik had één broodje met twee worsten, zeg maar. En jij had twee broodjes met elk één worst. Het was een hele leuke dag vandaag. Zeker. Het is heel erg leuk gehad. Heel erg van genoten. Ja. Morgen is het weer een nieuwe dag. Wat gaan we morgen doen? Opruimen, want dinsdag gaan we weer verder. Dan gaan we naar Chiloé Island. Dat is weer heel wat nieuws, daar kan je pinguïns zien. Ja, en we hebben dus vandaag ontdekt dat het heel erg leuk is als we met tours meegaan. Tenminste, ja. Dat vinden wij heel erg leuk. Ja. Dus we gaan kijken of we dat op Chiloé Island ook kunnen doen. Ja, inderdaad. Maar dat zien we dan wel weer. Ja. Eerst morgen. Ja. Oké, tot morgen. Doei.